En hier hebben we model Karin. Karin heeft een hele mooie... Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 6 augustus. Het is bijna 3 uur. Ik weet het. Ik stap gewoon laat momenteel. Maar dat maakt niet uit. Wij wensen jullie, wij. Ja, Roos lekker niet mee, want die is chagrijnig. Dus ja, als ik wat wil, dan ja, na dat. Ja, je kent het waarschijnlijk wel als je een hele goede relatie hebt. Hè? Ja, moet kunnen. Ja, wat doe je dan allemaal? Lovely, doe rustig. Ja, nou ben je eruit. Goed zo. Maar wij wensen jullie dus heel veel kijkplezier. Bloe, 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 kom eens hier. Kom hier. Wijfie, Blue, kijk eens. Kom hier, zitten. Ja, ik heb wat voor jullie. Eerst Lady, ja. Lady, Blue, nee, Blue. Blue, nee, Lady alsjeblieft. Lady, is Blue, nee. Lovely, Blue, nee. Lady, Lovely. Blue, kijk eens hier. Blue, kijk eens hier. Spreek. Spreek dan. Spreek. Wil je deze hebben dan? Alsjeblieft. Goed zo. Dat is lekker. Ja, er zit geen boter op hoor nu. Nee. Jammer hè? Ja. Een hele goede avond allemaal. Het is alweer 19:30. Ja, de tijd staat niet stil. Nee, ik zit niet echt helemaal lekker in mijn velletje. Ja. Ja. Ja, ik heb wel een velletje, maar... Maar daarvoor heb ik ook een vraag. Hoe gaan jullie om met jullie verjaardagen? Ja. Ik zelf persoonlijk word daar heel erg onrustig van. Ik word daar zenuwachtig van, gestrest van. En nee, dat is niet gezond. Nee, dat weet ik. Maar dat heeft ook mede door mijn verleden te maken, sowieso. Omdat, wat ik al eerder zei, ik ben dat ik 4 was uit huis, niet uit huis geplaatst, maar toen zijn mijn ouders gescheiden. En ik ben dus ook uit huis geplaatst en ik heb eigenlijk, ik heb nooit mijn ouders op bezoek gehad. En ik zag dat kinderen dus jarig waren in de groep, zag ik dus wel allemaal ouders komen. Maar ze kwamen nooit voor mij. Dus ja, dat is gewoon altijd weer een euvel bij mij. Ik heb het eigenlijk ook nooit meer gevierd nadat mijn opa was overleden. Dat is dus vandaag, al een paar jaar terug, is hij dus overleden. Dat is de vader van mijn moeder. Dus ja. Dus en nu krijg ik wel in één keer weer bezoek. Omdat ik zoiets had van ja, ik ga het gewoon weer vieren. Maar ik heb er gewoon moeite mee. Ja, wij zitten dus in de auto. Dus ook allemaal auto's. Dus dat is een beetje geluid. Maar dat maakt niet uit. Dus nee, maar dat is dus mijn euvel waar ik dus mee zit. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Misschien kan ik ook weer van jullie leren. Dus laat het even weten hieronder, heel graag. Want dan kan ik het misschien weer oppakken. En misschien dat het dan alleen maar weer beter gaat. En dan wordt hij hier naast mij ook weer wat vrolijker. Maar we gaan sowieso gewoon weer lekker zwemmen vandaag. Ik heb geen GoPro nu mee. Maar helaas. Dus, en want anders moet ik dat ding weer even in de fiets afhalen. Dus dat vind ik een beetje irritant. Dus maakt niet uit. Komt helemaal wel weer goed. Lijkt mij toch wel. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus als jullie mij er een beetje in willen helpen met hier wat onderin te schrijven. Hoe jullie ermee misschien omgaan. Of wat jullie ervaring erin is. Heel graag. Dank jullie wel vast. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, jullie zien Speedy. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. En dat is... Rory Staalman van de Werf.
Ja, we zijn nog steeds getrouwd. Gek, hè? Ja, het is vandaag mijn verjaardag. Ja, het is nu 12:30 in de middag. Ja. En we hebben bezoek, maar ik weet niet of ze erop wil. Scheelt weer. Maakt me niet uit. Maakt haar niet uit. Kijk, dat is mooi. Dus we gaan haar zometeen even voegen. Leuk. Heel veel kijkplezier. Zo, nou, de twee dames die zijn lekker aan het spelen. Ja. Ze kennen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Nou, die gek kennen jullie. Die Hi. Hoe is het met de verjaardag van je vrouw? Hoe vind je dat? Vertel. Interessant, want ze houdt eigenlijk niet van vieren. Maar zijn nu met z'n drieën, dus dat scheelt weer. Interessant. Heel erg interessant. Ja, want er is geen taart, zeg maar. Nee, maar ik heb wel cake. Scheelt weer. Oh, dat is lekker. Kijk. Ja. We hebben niet gekregen. Ik heb een taartje gehad van je. Nee. Nee. Nee, ze mag en dan? Zij mag niet ontbijten. Nee. En dan hebben we nog bezoek. Wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Dat is Henny. Ja, dat is Henny, ja. Alles goed? Alles is goed. Mooi. Als het niet goed gaat, zeg ik het ook. En hoe vind je het paleisje van Karin? Leuk. Mooi. Ja, gezellig. Dat is mooi. Mee. Ik vind altijd in die flats altijd dat je denkt van dat is veel kleiner is, maar dat valt me heel erg mee. Mooi, top. En dan kom je ook een skate op YouTube terecht. Ja. Dan kun je zelf terugkijken. Nou, die kennen we. Die kennen we. Die kennen we. Die ligt lekker. Leed, je bent bruin aan het worden. Wist je dat? Lang in de zon. Ja, ja. Ik zat ouderdom van, dat moet niet. Ze wordt heel snel oud. Ja. Leed die wel. En Leed. Leed, kijk eens. Hier. Het. Jij, dat lieve. Ja, zeg maar, ik ben zo vals, hè? Zo vals, zo vals. Ja, je bent vals, hè? Ja, daarom geef me ook kusjes, hè? Ja. Ja, daarom kun je ook zo goed met Bob overweg, hè? Ja, precies, dat dacht ik al. Ja, het is nu alweer net 1:30 geweest. Het is een beetje aan het regenen. Dus... behoorlijk nat, zeg maar. Kijk, dat kunnen jullie wel zien. Daar is droog en hier is nat. Ja. En Ro komt ook er weer aan. Ergens somebody wear. Ja. Alleen, waar loop jij nu? Bij de bezen. Nou, dan moet hij ergens daar ergens lopen. Ergens, weet ik veel. Ja. Dus... En ik ga wel zo weinig mogelijk doen, maar we gaan wel even weg. Ik wil even het een en ander even vragen. Kijken of ik wat kan regelen. Yep, en dat gaat lekker. Ja, zometeen dood. Zo. Die is dood. Rare beesten heb je ook, hè? Als je buiten bent. Ja. Hele rare beesten. Ja, en waar loop je nu dan? Oh, nog steeds zijn bij de BSN. Ja, oké, is goed. Ik zie je zo wel. Dus, ach ja, komt er wel weer goed. Ja, toch. Bezoek is weer weg. En daar zal je mijn mannetje hebben. Ja. Kijk, dat zeg ik. En daar zal je mijn mannetje hebben. Ja, kijk, daar heb je hem. Gezellig. Helemaal in zijn zwarte leren jas. Een spijkerbroek heeft hij aan. Mooie zwarte schoenen. Blauwe schoenen. En hij heeft een zwarte heuptasje. En hij heeft ook nog zowaar ook weer zijn mooie zwarte zonnebril op. Ja, dat is mijn man, Roderick, die je hier ziet lopen. Nou, ziet het er niet mooi uit, hè? Zo'n mooie modeshow. Ja, dat is heel mooi. En dan heeft hij nog een gestreepte overhemd aan en een witte t-shirt. Ja, mooie modeshow weer. Ja, helemaal goed.
Ja, we zijn ook een stelletje bij elkaar ook, hè. Ja, moet kunnen. Ja, kijk, koek. Hi. Hoi. Ja, we zijn dus nou net bij een hele leuke winkel geweest. Ja, daar lopen we zo meteen weer voorbij. Ik doe het gewoon in beeld, maar we worden er niet voor gesponsord. Dat is de winkel Max 15. Wat jullie daar wel kunnen zien, Max 15. Daar zijn we geweest. Ja, Max 15. Kom even mooi in beeld. Max 15. En zometeen thuis dan ga ik even een modeshow voor jullie doen. Zeer zeker, ja. Want ik heb leuke dingetjes gescoord. Kijk, bij Max 15. Ik ben helemaal blij. Ja, nee, de goede avond. Ja, zoals jullie zien heb ik iets nieuws aan. Maar daar moet ik nog zometeen even een hele leuke modeshow voor geven. Dan moet Ro filmen, sowieso. En die ligt er bij mij. Kijk eens. Kijk eens dan. Oeh, je bent wel heel, heel belangrijk hoor, nu hoor. Je bent nu heel belangrijk. Kijk daar. Hi allemaal. Hi. Nee, hij heeft geen zin in. Nee, nee, maar Ro, die moet binnenkort een nieuwe telefoon halen. Ja, ik maak soms wat tikfouten in de WhatsApp en dan maak ik typex, dus nu is het scherm een beetje vies geworden. Loopt. En hier hebben we model Karin. Karin heeft een hele mooie mosterdgele broek aan, met bijpassend topje, shirtje, wat is het? Ja, shirtje, zo ongeveer. En die heb je, broek heb je bij Max 15 gedaan. Oh ja, Max 15. Helemaal top. En het topje, shirtje ook. Ja. En Max 15. Even wat anders aan doen. Ja, ja. Klopt. En hier hebben we weer model Karin. Nog steeds. Nog steeds dezelfde. Mosterdgroene broek hou ik lekker aan. Mosterdgeel toch? Ja. Mosterdgeel, mosterdgroen. Ik vind het helemaal prima. Ik zit lekker onder de haren. En anders had ik maar geen honden moeten hebben. Ja. Mijn schoenen passen er niet bij. Ik weet het, maar dat maakt niet uit. Dat heeft niet. Je hebt een mooi groene topje. Helemaal geweldig. En het zit nauwsluitend of ruim? Of? Het is een beetje groenig. Groen is dit, ja, schoon. Ja, wat is de pasvorm? Is dat nauwsluitend of ruimsluitend? Of... Weet ik veel, het zit gewoon lekker. Het zit gewoon lekker. Ja. Mensen, het zit gewoon lekker. Niks pasvormen. Lekker zitten. Het is een maat SM'tje. SM. SM, ja. SM. Denk voor SM. Small, medium. Ja, en dan ga ik de andere topje... Hallo. En deze had je ook bij Max 15 vandaan. Hop. En model Karin met een mooi oranje topje, shirtje. Ja, en dit is een maat 1. Gewoon 1 maat. Hey, meisje. Hey. En dat past heel goed bij je mosterdgele groene broek, zeg maar. Helemaal correct en ik ben er heel blij mee. En de medewerkster die ons heeft geholpen, een shout-out naar haar. Ja. En ik weet haar naam niet. Ik zal eens even kijken of haar naam op de kassenbon staat. Nee, haar naam staat niet op de bon, helaas. Jammer. Maar we zijn bij de Oude Kustlijn 111 geweest. Max 15. Dus wil je eens skaten naar Max 15? Ik zou zeggen, ga naar Max 15. Ze hebben ook een webshop. En ik stroom even hieronder. En nee, we worden er niet voor gesponsord. Dank jullie wel. Hey, een hele goede avond allemaal. Ja, het is nu alweer bijna 9:30. Wij gaan... Doe ik wel even, schat. Wat zie ik weer als we stilstaan. Dat is de, deze groep hangen. Ja. Wij gaan... Even samen gezellig even weg. Want we gaan even gezellig ergens posten. Ja. Kijk. Zie je, dan heb ik hem net recht hangen.
heb je een kuiltje gehad en dan gaat hij weer op zijn eigen manier. Maar oké, jammer dan. Dus wij gaan even gezellig ergens posten. We hebben lekker eten, drinken mee. Dus mijn dag kan niet kapot. Dus we laten sowieso even een leuk klein stukje zien van de omgeving daar. Ja, en we zaten nog lekker, steeds in de auto. Ja, pikken. Naast een hele andere mooie auto. Een hele mooie auto. Mooi hè, dat ding. Die komt dan bij de Hornbach vandaan, zag ik. Ja. Hé, schat? Ja. Nee, jij hebt het niet gezien, zeker? Ja. Nee, maar ik wel. Misschien nooit wat. Moet je straks maar kijken. Want dat ding, deze, die dus voor deze rem hangt, van deze auto, die komt dus bij de Hornbach vandaan. Nee. Morgen even bij en bij de Hornbach. Ja, is goed. Zijn we wel? Dat is toch handig? En twee en dezelfde naast elkaar. Ja, mooi. Ja, we staan nu voor een huis te posten. Dat is leuk. Ja, ik heb post bij me. Waar? En waar heb je post? Oh, achterin. Ah, heel veel post. Ja, dus nee, we hebben al een klein leuk blokje gedaan om wat weg te brengen. En nu hebben we even pauze. Ja, pauze. Ja, even pauze met de post. Ja. Dus komt ook wel weer goed. Dus een shout-out naar deze persoon en van de eigenaar en van deze auto. Hey Jan. Ja. Een hele goede avond allemaal. Ja. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe al die vier dingetjes. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Reactie achterlaten. En wat was er nog meer? Ja, die andere weet ik even niet meer. Weet jij die? Ik zou zeggen, doe het. En dan komt het helemaal goed. Doei!